Met een razendsnelle manoeuvre al in de eerste seconde van de wedstrijd drong de Nederlandse middenvoer De Beer de West-Duitse verdediging binnen. Maar zijn schot ging juist naast. Dat was het veelbelovende begin van de laatste hockeywedstrijd die Nederland in dit seizoen speelde. Maar de Duitsers waren spoedig over de eerste schrik heen. Herhaaldelijk kwamen ze in het Nederlandse doelgebied. Maar wat ze ook probeerden, altijd was er wel een oranje man die er een stokje voor stak. De aanvallen volgden elkaar in snel tempo op. Toch waren de Duitsers in de eerste helft in de meerderheid. Maar de witte aanvalslinie was zwak en kon slechts één doelpunt scoren, 6 minuten voor de rust. Die achterstand inspireerde het oranje team tot een groot offensief. En nog juist voor de T had onze voorhoede succes. Dit doelpunt waarmee De Beer de stand op 1-1 bracht, ontketende een enorme geestdrift, zowel buiten als binnen de lijnen. Het publiek kreeg hierna een magnifieke en buitengewoon spannende tweede helft te zien, waarin Nederland een lichte veldmeerderheid ontwikkelde, die echter niet in doelpunten kon worden uitgedrukt, vooral door het uitstekende werk van de Duitse doelman. De wedstrijd eindigde dus met een gelijkspel. En dat was tegen de sterke Duitse ploeg een resultaat waarover de Nederlandse hockeywereld zich zo kort voor de Olympische Spelen ten zeerste verheugt.